Bent dus dat... u beu? Veek van Haalst, advocaat, hebben we ook uitgenodigd. Bent u het ook beu? Absoluut niet. Ik vind dit eigenlijk een historisch moment. En ik ben helemaal niet ontmoedigd. Het is de eerste keer dat ik het gevoel krijg dat de Vlaming eindelijk ontvoogd wordt. De toestand van België nu is de optelsom van al datgene wat in dit land gedurende 180 jaar verkeerd gegaan is. Fundamentele onrechtvaardigheden. En wij moeten nu in 2011 nog altijd spreken over onze rechten. En de Franstaligen spreken nog altijd over hun voorrechten. Dat is het verschil. BHSV is daar een schitterend voorbeeld van. Hè? U knikt ja. Niet dat dat een realistisch verhaal is. Ik denk dat de Franstaligen in dit land niet zouden moeten begrijpen que la Belgique de papa est fini. En een tijd dat men oeverloos kan graaien in de vetpotten zijn voorbij. Het is de schuld van de Franstaligen. Die moeten 100% hun mentaliteit is totaal verkeerd. Wat nog eens een keer bewezen wordt door BHSV. Men noemt dat een detail, een onnozele tijd. Dat is gewoon, meneer, een grondwettelijk recht. Waarvoor ze nu aan mij nog een keer vragen van te betalen. Het grondwettelijk Hof van België heeft gezegd, het moet gesplitst worden. En zeggen die Franstaligen, je moet ervoor betalen. Dat is typisch de mentaliteit van België. En dan zeg ik BHSV, ik heb die afkorting begrepen. België haat Vlaanderen. Dat is BHSV. En dat is de situatie, waar we in staan. En waar men nog steeds niet begrijpt dat dit niet kan blijven duren. Dat is ons een keer beginnen met ons te respecteren. Ja. Ik denk dat we toch op die manier... Er zijn 700.000 Vlamingen een eeuw geleden verhuisd naar Wallonië. Maar, en die zijn allemaal aangepast. We hebben 80.000 mensen in de rand. En wat stellen we vast? Mag ik eens eventjes? En ik zie dat die 80.000 mensen in de rand... Ik woon in de rand. Hè. Ik woon in Assen. Ik zie hetzelfde verschijnsel zich voor dat ik heb meegemaakt in Jette, een gemeente van Brussel. Waar men gaat ont-Nederlandsen. Men is er volop mee bezig. Laten we een keer begrijpen dat er een mentaliteit moet zijn waarbij iedereen iedereen respecteert. En als de Franstaligen de Vlamingen zou respecteren in dit land en 180 jaar zou gerespecteerd hebben, dan zouden we nu niet in de situatie zitten waar we nu toe gekomen zijn. En daardoor is België ik heb toch gereageerd, meneer Van Asten is een goed advocaat.